Enkele parlementariërs hebben gisteren in de Nationale Assemblee gevraagd naar een themavergadering om de waterproblematiek te bespreken. Mahinder Yogi haalde aan dat verschillende delen van het land kampen met wateroverlast. In Ikeri kunnen er geen arealen ingezaaid worden en de rijst kan niet geoogst worden. De Surinamekanaal heeft weer verzakkingen, voorzitter. Water komt naar binnen, mensen hebben schade, voorzitter. Paramaribo Noord, waar mijn collega's wonen, voorzitter. Kanalen zijn verstopt, voorzitter. De straten zijn vol met water, voorzitter. Ik praat over vanmorgen. Voorzitter, ook in andere delen van het land. En daar kan alleen de regering iets doen, voorzitter. Niet dat zij kunnen vechten tegen de heer daarboven, maar wat voorzieningen treffen. We hebben gezien dat toen wij te kampen hebben gehad, voorzitter, met ernstige wateroverlast, de regering bij monden van de president heeft aangegeven dat zij 100 miljoen vrijmaken, voorzitter, om dat aan te pakken. Wij verwachten een soortgelijke actie van de regering, voorzitter. En daarom doen wij een beroep op u. Om de regering te vragen, voorzitter, een vergadering uit te schrijven, voorzitter. Dat ministers uitgerust hier komen, voorzitter. Dat ministers concrete toezeggingen kunnen doen aan het parlement. Ronnie Asabina vroeg ook aandacht voor het district Brokopondo, waar steeds meer dorpen te kampen krijgen met wateroverlast. Hij benadrukte dat de situatie in het district met de dag erger wordt. Hele dorpen liggen blank. Je moet je verplaatsen in dorpen met buitenboordmotoren, voorzitter. Boven op het Stuwmeer, beneden het Stuwmeer, de meeste dorpen, voorzitter. En de situatie, ik weet het niet, maar ik had verwacht, voorzitter, dat de regering hier tenminste hier zou moeten zijn om tekst en uitleg te geven. Want die mensen zitten met de haren in het haar. Ze weten niet waar ze aan toe zijn, voorzitter. Ja, dus er is geen zicht op verbetering. Staatsolie heeft aangegeven, we gaan door tot augustus. En met de dag, voorzitter, wordt de capaciteit van het spuien wordt verruimd, voorzitter. En boven de tongen, de gedachte, het sentiment dat leeft onder grote delen van het district, voorzitter, is dat dit te wijten is aan menselijk falen, voorzitter. Inschattingsfout van staatsolie, dat wordt beweerd, voorzitter. En het is goed dat de regering dit ontzenuwt, voorzitter. En ook kan taki de maïspara watra in haar stuw meer enkel en alleen om Paramaribo en omstreken van goed elektriciteit te voorzien, terwijl voor de tweede keer is mijn brengoffers, voorzitter. Dit kan niet, we eisen dat de regering hier komt, voorzitter, en tekst en uitleg geeft aan de samenleving. In het bijzonder aan de mensen van Brokopo. Asabina wees erop dat toeristische gebieden, landbouwgronden en productiegronden in het district volledig onder water zijn. DNA-voorzitter Marinus B. wil een parlementaire delegatie naar het gebied sturen en noemt de situatie in het district Brokopondo vrij ernstig.